Nou, och nee, ik wil je wat ding. Maar mevrouw, ja? wij intimideren u niet seksueel hoor. Nee, maar die jongen met dat apparaat. Goedemiddag mevrouw. Heeft u al hashtag MeToo getwitterd? Wat? Heeft u al hashtag MeToo getwitterd? Wat is dat dan? Wat is dat dan? Hashtag MeToo. Nee. Het leeft enorm. Ja, maar ik heb er geen verstand van, dus ik weet niet waar u naar vraagt. Patrice, help me even uit de droom. Zij weet het ook niet. Zij weet het ook niet. Onder de hashtag MeToo twitteren vrouwen wat hun is overkomen aan ongewenste intimiteit. Nou, ten eerste denk ik dat het helemaal geen flikker oplost. Ten tweede denk ik dat je ook echt heel erg een verwatering krijgt. Dat een foute blik eigenlijk op één hoop wordt geveegd met bij wijze van spreken een groepsverkrachting. En dat zijn doel echt helemaal voorbij aan het schieten is. Hashtag MeToo. Oh nee, dat is over dat seksspul, hè? Ja. Nou, och nee, ik wil je wat ding. Maar mevrouw, ja? wij intimideren u niet seksueel, hoor. Nee, maar die jongen met dat apparaat. Als we het zo lezen, al die vrouwen in de Randstad, die zijn allemaal kennelijk seksueel geïntimideerd. Ja, dat zeggen ze maar, of het zo is, dat weet ik niet. Ze weten niet waar ze mee moeten zeuren. Je moet alles een beetje leuk, maar leuk houden. En niet allemaal van die, of wel wat van te zeggen, ach... Deze wereld. Uw baas verlangde nooit meer van u. God, nee. Of ik was niet aantrekkelijk genoeg, kan het ook best zijn.